in de prachtige Nederlandse lucht. Met het heerlijke weer, behalve als we moeten honkballen. Dat is al hoog. Echt, hè? Het wordt juli en het is echt... Zo, ja, wow! Het is geweldig weer, terwijl we geen honkbal hebben en het seizoen gaat beginnen en ze zeggen... Wat een gekke... Nog nooit zo... Eén gekke ringelit met dus. Ja, ik vind het niet leuk om die 3-0 te zien bij Ruen. Nee? Nee, er moet toch gewoon eentje daarachter staan. Ik zal het zo meteen even aanpassen. Ja, je bent bang hè voor Rulli vanavond. Ik ben niet bang. Maar Rulli is niet slecht hoor. Niet slecht. Nee, het is een controller. Ja. En vorige keer was het zijn moeder die in beeld liep. Hij kan ook helemaal niks aan doen. Ik hoop dat hij alleen thuis zit. Ja. Ik hoop dat hij een avondje alleen thuis zit. Dan krijg je hem gewoon pakjes dadelijk. Ja, hij gaat billenkoek. Oké, ik ga weer even weg. Ik kom zo weer. Ik ga even de chat aanzetten. Ah, wat een gezelligheid. Ja, ik haat dit veld, man. Sorry, Martijn. Ik wil eigenlijk helemaal niet spelen. Je moet toch gewoon je home stadium doen? Ja, maar kijk, weet je wat het is? Dan zit je met die... Oké, dan maak ik het avond. Oh, met die zon of zo? Ja. David. Ja, well, ja. Dan maken we het gewoon... ja, zo. Ja, bij sommigen is dat echt ziek hinderlijk hoe dat... die zon staat. Hij gaat voor Tanaka. Oké. Doe het maar. Doe het maar. Masa-san. Ja, ik had al verwacht dat het of Louis of Tanaka zou zijn. Lefty tegen mij gooien is niet het slimste. Nee, dat zou niet heel tactisch zijn geweest. Maar ik had altijd... Ja, hetzelfde geldt voor jou natuurlijk. Ik ga geen lefty tegen jou gooien. Nee. We are under the lights this evening as we get you set for another edition. Kijk, dit is goed. Lekker mistig. Kijk, heerlijk. Lijkt precies Nederland. Beetje thuisgevoel zo. Hé, hey, hij is Diamond. Kijk eens aan. Goed begin. Oh, en hij is goed. Oh, wat? Oké. Ik dacht echt dat die foulbal was, man. Dat dacht ik ook, maar ja. Al teken. Ja, dat is... Spelen jullie dit weekend al? Ja, wij spelen morgen al. Ja, zijn jullie de eerste oefenwedstrijd in de hoofdklasse dit jaar? Nou ja, morgen is tegen tweede, dus ik weet niet of je dat echt kan meetellen. Ik had er nog niet helemaal aan. Nee. Maar zaterdag, wat ik begreep inderdaad, de eerste twee weken worden de donderdagen nog niet gespeeld. Nee. En dan wordt er 1x3 wedstrijden gespeeld in een weekend en dan gaat de competitie beginnen. Yep. Zijn jullie klaar voor? Als pitchers, nog even niet denk ik. Nee, sowieso is mijn arm nog niet helemaal 100, dus we moeten nog een natuur gehad van de winter. Ja. Ah ja, die verwacht ik al. Ja. Ja, net man. Hij was te hoog. Daar wil ik hem niet hebben. Zouden we een heleboel homers kunnen worden deze wedstrijd, deze slagboek. Moet je hem nou kijken, jongen? Hij moest toch voor de stream, anders doe ik het niet. Ik klik hem altijd zo snel mogelijk door. Oh, je was nog early ook. Ja, zeker. Kom op. Niet zo hoog, man. Maar Martijn, denk je dat je klaar bent voor het seizoen straks? Ik probeer ook weer terug naar Amerika te komen. Alleen dat is wel serieus lastig op dit moment. Ja, dat gaat ook niet lekker daar. Ik hoorde die dokter Foutje zeggen dat ze bang zijn dat als er niks gaat gebeuren
aan maatregelen dat ze voor vrezen voor 100.000 nieuwe besmettingen per dag. Ja, het is... Ik zag vandaag dat ze die wereld... wat was het? Het wereldaantal aan coronamedicijn hebben gekocht of zo. Oké. Ze hebben 100%... Ze hebben 100% voor juli gekocht en 90% van de augustus en september. Kijk hem, lead of shot. Ja, dat is gelijk perfect. Hij is wakker, Moet je niet even dingen aanzetten? Of staat die SharePlay aan? Moet ik SharePlay aanzetten? Als het kan. Ja, ik zet wel even op pauze. Even kijken. Doe is gek. Als het goed staat, ja. Ja. Top. Cecile vraagt 1-1 allebei shot, ja. Zeker. Was wel een beetje te verwachten ook. Ja, zijn twee goede slagploegen. Ik ben er bang voor dat het zo'n wedstrijd gaat worden. Slugfest. Ja. Hebben jullie die wel eens gespeeld? MLB Slugfest? Zo. Geweldig spel. Geweldig. Daar moeten ze echt een remake van maken of zo. Daar kon je... Dat is ook weer building momentum ofzo. Ja, en dan kwam je op het eerste honk, dan sloeg je die eerste honkman gewoon. Wat? Ja, geweldig. Dat was een bijzonder spel. Je kon op elk moment kon je met de pitcher vechten. Je een aanval, je hebt recht op voor je. Ja. Wat zie ik, ja, daar wil je dan wel een remake van zien. Ja, je kon je knuppel gooien volgens mij naar de pitcher. Ja, je kon die homer in het stadion naar buiten. Goedenavond jongens, heren van goedenavond. Goedenavond. Angelo, 51 is genoeg hè? Hoeft niet 17. Je kwam niet. Ja, rustig, move. Wat hey, Ruben. Die is aan het slapen. Ja, oh, hoofdpijn weer? Ja. Hadden jullie normaal gesproken deze week bij de honkbalweek gezeten op de tribune? Ja, sowieso. Ja, waarschijnlijk sowieso wel een paar wedstrijden. Ja, toch? Het is echt steenworp afstand voor mij. Ja? Dus, moet bijna wel. Rollend er naartoe. Nee! Net eronder. Ja, zeker. Ik hoorde wel dat ze een hele camping erbij willen gaan maken bij de volgende editie. Dat was nu het plan al, ja. Ze zouden de ijsbaan... op het binnenveld zouden ze een camping in dit geval als sterft en kleiner maken. Maar met plan om uit te breiden in de komende week. Ja, wel leuk wel idee. Gezellig, ja. Wel geinig. Wel echt. Zo. Hoppa. Weer vroeg, jongen. Ja. Het is echt direct heel klein daar in het linksveld in dit stadion. Ja. Ik heb gewoon een grote mannen shot, hè? Ik vind het linksveld. Ja, zeker. Grote jongen. En dat met Byron Buxton. Precies. Speciaal vraag, wie spelen hierna? Dat zal ik even laten weten. Tijmen Takker speelt straks tegen Angelo. Die speelt ook een doubleheader vandaag. En omdat Rwendrick maandag niet kon... Wordt die wedstrijd van hem tegen Ja, maar hij staat. Ja. Baniochie! Oh, sorry, zit ik door heet schreeuwen. Maakt niet uit. Dus we hebben straks om 8:30 Angelo tegen Tijn en Takke. En daarna om 9:00 ongeveer is het Rwendry tegen Roelie en Rieke. Oh. Gebruik jij Mito of gebruik die analog shit? Ik analog. Ja, yeah. Maar laat heel veel hangen opeens. Vind ik niet zo leuk. Kan daar echt helemaal niks van met die analoog.
Ja, laat alles hangen, joh. Ja, veel te laat. Oh! Ja, terug bijna voorbij. Hard aanval, joh. Tanaka, kom aan, jochie. Doe het maar. Oeh. Ja, zijn excuus was dat hij hoofdpijn had en in bed lag, ziek. Bezield, dus ja, we hebben hem het voordeel van de twijfel gegeven. Ja, het is dat Roelie het zei, hè? Het is dat Roelie zei het publiek beslist. Precies. Sportief van Roelie. Absoluut. Ben benieuwd hoe was dat eigenlijk geworden, de bol? Hoe was dat eigenlijk geworden, de bol? Het was best close. Het was iets meer dan 50% in het voordeel van opnieuw spelen. Ja, ik vind dat Roelie wel een goede karma mag krijgen, omdat hij zo aardig is geweest voor Gwen. Ja, hij is in ieder geval wel gunnings geweest. Ja, precies. Die jongen mag best wel zijn eerste win krijgen. Oh. En dan zit Angelo in de situatie dat hij vandaag gewoon zomaar mee de koploper kan zijn. Als hij 2 keer wint en Gwen verliest. Ja, moet je wel winnen. Sterker nog, dan ben je alleen koploper. Oeh. Zet nou niet zoveel druk op mijn sap, dat is niet de bedoeling. Ik wil toch even zien hoe je onder druk presteert. Bam! Nee. Ja, sinkertje. Oeh, hoog aan, hoor. Ja, ze maken het altijd wel heel spannend, hoor. Volgens mij doen ze dat gewoon, die game dat expres, maar het is echt... Ik heb een paar keer gehad dat hij gewoon safe was, dat vond ik echt niet leuk. Ja? Ja. Dan neemt hij gewoon zijn tijd en dan is hij safe. Ah. Die yeet die even de vouw. Hey, jij was ook early, jij sloeg hem er ook uit, kom op. Ja, zeker. Zeker. Maar mag meer wel. Hoe goed je erop zat. Nee. Vind ik niet heel comfortabel. Toch niet? Mwah. Ah! Over die honkbal, ik had er toch niet aan moeten denken dat hij dat met dit weer hadden moeten gaan doen. Tja. Nee, dat was niet fijn geweest. Nee. Ah, is ook wel een sfeertje, hè? Met z'n allen onder zo'n zout. Met z'n allen verzopen. En bezopen. Oh nee, dat mag niet, hè? Oh, ja. Vaak genoeg gehad in het verleden dat het regende bij de honkbal. Ja, absoluut. Zeker. Ja, maar de sfeer blijft altijd inzitten. Geen delay, stug blijven zitten. André Haas is op de speakers. Ei, ei, ei. Dennis Duin, die maakt er wel wat van. Precies. Daar is wel echt wat. Ja, zeker. Oké. Okay. Meh. Behoorlijk deze. Ik vind het nog steeds geweldig dat Gardner die tweet had geplaatst over dat mensen steeds die foto naar hem toesturen van die cartoon. Ja, zeker. Geweldig. Nou, heb ik ook heel hard omgelachen. Welke cartoon was dat dan? Voor de kijkers even die het niet gezien hebben. Oh, hoe heet die nou? Die kleine kale... Ja. Dat kale ventje met 3 plukjes haar. Hij kreeg die foto de hele tijd toegestuurd. En daar werd hij helemaal gek van. Als je op Google waarschijnlijk intikt meme Brad Gardner, dan vind je het wel. Dat is even kijken. Ja. Hij heeft ook al een hele goede slagmiddel. Geweldig. Zo! Die even op hoofdhoogte weg, hè? Ik zat op een vet waar hij in zit. Iemand in de windturbine? Sorry, heel sick man. Mijn fan stond nog aan. Zo. Oh, wacht. Sorry. Kijk, er komt nu een fastball door het midden. Dat deed je net ook. Ja, powersing, hè. Afgeleid. Hey! Oeh. er is hier iemand in de party die wel homeruns kan slaan met pitchers, heb ik vernomen. Ja, maar Zach Greinke heeft aardige stats, hè. Wat was dat voor grap ook dan? Jose Berrios heeft 0-0-0. Maakt mij niet uit, het grap. Deed hij wel even. Nou, jouw Brad Gardner is ook wel gevaarlijk, zag ik vorige week tegen Gwen. Kom op nou, hey! Prima, goed gezien.
Those are pitches he can feel pretty good about. They did miss by a whole lot, so it's not like he's all over the place. Goed, eagle eye hoor. Jongens, we hebben een vraag van een kijker die ook in deze party zit volgens mij, maar ik denk dat hij weggelopen is om toch even naar zijn laptop te lopen. Hij vraagt, Ruindrik Pieter Nella uit, misschien kennen jullie. Oh. Wie denken jullie dat de kampioen van de E-League wordt? Ik hoop niet Ruin, man. Iedereen behalve Ruin. Dat vind ik het prima. Ja, ga jij even voetballen joh. Kom op, gooi hem uit. Nee! Nah, misschien dat het een dubbelplay was geweest. Misschien werd je nog geholpen hoor. Ik weet het niet. Ik vind Judge niet zo fijn. Oh, hij neemt hem. Oh shit. Oh. Kom op. Je hoort de spanning nu. Hallo. Doe het maar. Doe het maar, Yogi. Wat een geweldig aangooi. Vanaf tweede honk. Just early ook, had het niet verdiend geweest. Hoi hoi hoi. Pitch hoor, dotje aan de binnenkant laag. Oh mijn god Martijn. Wat doe je mijn hart aan? Oh mooi ben. Jeetje. Als die slag is, laat hij wel, ja. Gossie mijne. Ibo. Vies, ik dacht dat hij weer kwam. Netjes. Oh, wat een takes. Niet normaal. Ja. Maar dan net op het laatste moment. Er zit weer iemand zijn microfoon op te eten. Dat ben ik niet, man. Ibo was haar ook. Doe douchen. Ja, perfect over de koken, jochie. Wat doe je nou? Dat was een beetje vroeg voor Perfect Perfect. Ja, ik gooi hem gewoon rechtop. Tenminste, ik time hem goed, maar geen rechtop. Doet mijn mee paren? Ja. Nu niet, nu is het prima. Maar... Hey, zo'n close game dat je speelt, hè? Ja, ik had meer home runs verwacht. Ik ook. En ik heb hier allemaal rare dingen op YouTube zien doen, hè? Nee. Ja, die is safe. Ja, per koeks, hè. Maar weet je waarom? Ik ging weet je ja, stoten. Ja, kijk, ik wil niet weten waarom. Ik wil niet weten waarom. Ik zag het gewoon. Ik zei niet dat het fout was of zo. Nee, ik leg er gewoon gelijk uit waarom. Loop maar door. Heerlijk. Mag dat? Hij heeft zijn job gedaan. Ik dacht even dat je zou winnen, maar ja, koeks had je daar nog goed te pakken. God, ik hoorde het goed te winnen, ik zweer. Ja. Ik hoor dat de winnen gaat. Hij kan 4 punten na die error in linksveld. Oh, beetje vroeg. Met 2 uit is al die dingen gebeurd en... Just a little bit. Ik had ook een dom setje gemaakt ook. Dat is gewoon mijn fout ook. Die 3 punten was gewoon mijn fout. Wat doe ik, man? Dat is niet de bedoeling. Die bal had hij redelijk goed verslagen met... ik weet niet eens met wie was. Dietrich. Hij was boem later op. Maar het was verkeerde fish, man. Hij kwam ook gewoon recht op de pijp, maar dom. Hij was ook ingezet gehaald, de hele tijd was hij al laat. De hele game was hij laat. Zo, ik wil hem nog een keer feven. Ja, maar dat soort jongens is hem. Ah, ze verdienen er geld aan, dus. Ze horen ook echt goed tussen. Ja. Ik had oneven op druk. Zou ik liever tegen een Ridey gooien? Ik zag zo Jim Tomey, ik dacht, oh, slim, dit is zo mijn debuut. Filmpje op ding. Ja. Jim Tomey was net 10 minuten uit. Ja,
Had je wel goed punten voor. Oh, dankjewel. Dankjewel. Oei, kom op man. Dat moet de homerun zijn. Hey Ruben, wat in die mooi? Ja! Nee. Ja, foto. Hoor ze je? Oh, ja, oké. Dat mag geen hit zijn, eigenlijk. Ik ga, hey, het is gek man. Hoe heeft niemand het gehoord? Ik hoor het weer. Martijn, het spijt me. Very early. Ja. Very early. Het spijt me. Oké, maar wat was er vorige keer dan gebeurd? Die is weg. Nou, klaar. Hij had geen balkie meer. Ik weet echt niet. Kom in, dus mama bij papa. Hey, Dat was zeker weer bot, jongen. Dat was 100% bot. Ik weet echt niet, hoor. Ik zou echt weten. Komt in de vuur, eventjes. Oh. Een paar keer gewoon de vuur. Ik vermoed dat het Bob was. Ah, oh, komt hij gelijk met die sinker. Hij heeft zelf zichzelf zijn. Ja, die gaat ook de kersen. Dat gebeurt niet expres. Kijk, zo doen we dat. Oh, tactisch. Hey Ruben, ik heb gisteren... Ja, je is zomaar nog bericht van. 40.000, nee, ik had 51.000. Alles is op aan die pakjes van 37.000. Zo, ik precies hetzelfde. Oh, ik ben 120.000 overvraag. Maar ik weet niet wat hebben jullie eruit? Niet in garen, niks. Nee, kijk, geen diamond. Los Harry in de chat. Harry in de chat. Hoi. Ik ben blij dat jullie niet voor doen. Geen diamond zal mij waarschijnlijk niet over. Wat? Ik dacht perfect, dat hij verder was. Perfect. Ik wou net zeggen, ik dacht dat hij eruit was. 7-2. Dat is opgebroken hoor. Behoorlijk. Angelo komt bij in de buurt hè nu. Die speelt straks nog een wedstrijd. Die heeft straks meer winst dan jij als jullie. Angelo wint zo meteen toch wel. Ja, denk je? Je hebt het in vorm. Hey, Keime, ik wil je eigenlijk helemaal niet horen in deze party. Hey, maar Ibo slaat een 3-run bam op mij en daarna slaat hij een biertje om te winnen hoor. Ibo, ik heb nog even terug zitten maar kijken. Die bam was wel mijn pitcher, hè, grap. Ja, dat was wel. Ja. Maar Ibo, jij had gewoon moeten duiken natuurlijk, hè, en dan had je hem gehad. Dat denk ik niet, Angelo. Ja, Ruben denkt het ook, hè. Grap, kijk naar dit spel, hallo. Je kan duiken wat je wilt, maar je vangt hem toch nooit. Ik heb maar nog even met Ruben Angelo, eerlijk gezegd, ik had mijn joystick al in de lucht gegooid toen ik contact maakte. En ik had gadverdamme, dit meen je toch niet. Dan heb ik liever dat je een walk of Grand Slam slaat dan dat je zoiets doet. Ja, die slagman had ook geen vingers meer over, hoor. Nee, zeker niet. Hey Ruben, ik was gisteren op een run in Battle Royale. Ik werd 5-0. Ik kom denk ik een van mijn slechtste tegenstanders ooit tegen. Ik score gewoon niet, Ruben. Hij chased alles in de grond. Ja, let's go. Ik hang een slider en hij slaat hem volgens mij 800 feet eruit met de zware. Is dat gewoon de bal game? Ja, 1-0 heeft hij gewonnen. Wow. Maar was ook zijn 41, hè? Dat is zuur, hè? Ik zeg en ik had volgens mij 7 strikeouts of zo. Even naar de boelpen. Ja, dat is zuur. Ja, dit spel... godverdomme. Moet even naar de boelpen hoor, Martijn. Sorry. Ja, is goed. Hè. Rustig aan. Ruben, ik heb bijna iedereen die ik kon verkopen in mijn team verkocht, zodat ik die pakjes kan openen. Maar je moet die pakjes openen met Sepp, hè? Sepp geeft wel. Nee, met Stijn. Met Stijn, jij weet helemaal niet wat het is, Angelo. Met Stijn is het gelijk boel zijn. Ja,
Ik dat gisteren wel. Dan ga je Omming 20k winst maken en zo. Ik had gisteren Springer weer gepakt. Ik zag een beetje een beetje centerfield, denk ik, begon hype te worden. Grap, ik had net ook. Hey, ik had hem echt 20 minuten geleden had ik hem gepakt, man. Hé, hey, Ivo, Stijn was 2 minuten weg. Ik denk, laat ik 1 pakje halen. Dan krijg ik helemaal niks, jongen. Helemaal niks. Ja. Ik had moeten doen terwijl Stijn er was. Ja, dat moet je zeker doen. Maar ik heb Freddy Freeman gisteren gepakt, Aaron Judge, George Springer. Toe is gek, hè? Ik had nog 2 diamonds gepakt gisteren. Ik heb vandaag... Josh Hader heb ik gepakt. 2 keer de drom. En Flaherty. Maar ik heb helemaal niks aan die jongen. Ik hey, heb wat zo. Ben je aan het doen, bitchetje, dit jongen? Is niet heel best. Je bent gewoon warm. Ja. Je bent gewoon warm. Timing was gewoon niet heel verkeerd. Oh, I just missed it. Ik zat er net onder. Ja, beter, hè? Hey, Seb. Ja. Zeg eens diamond. Diamond? Oké, nou zal ik in dit pakje een diamond moeten zitten dan. Ja, ik krijg een gouden diamond stadium. Ja. Graag gedaan. Oh mijn god. Hey, ga je opletten of wat? Dankjewel, Seb. Ai, ai, ai. Kom op. Martijn, je begon met een overwinning, maar wat is er daarna gebeurd? Ja, gewoon slacking. Heel erg. Hey, heel erg. Gewoon uit vorm. Je team zegt duidelijk Seb, wil je daar even mee wachten totdat deze wedstrijd is afgelopen? Wat betekent slacking? Ja, vrees je nog? Nou, ja, dank je. Oh, wat? Huh? Oh. Ik kijk. Ja, ik weet het niet, Seb. Het is... Ik merk dat de motivatie bij de jongens een beetje weg is. Ik weet niet hoe het komt. Oh, we zijn er... Even eens naar de stand te kijken. Ik zit te kijken of je nog kans hebt op die top 4. Je gaat 6-1 om 3. Ja, dan zou je toch ontslagen. Gaat vrij lastig worden. Je zou moet wel tegen Roelie. En dan hopen. Dan gewoon een slukversie gooien. Ja. Tegen wie moet je nog allemaal? Tegen Roelie, Stijn? Stijn en Bob. En Bob. Moet kunnen. Nou, zeg dat nou niet. Zou wel kunnen, hè, op zich, ja. Zou wel kunnen. Wieso? Je moet toch van iedereen kunnen winnen hier? Behalve Roelie. Of Ruben. Nooit. Dat hebben nooit. We met Diamond Dynasty ook nog even een keertje. En dat jullie Roelie gewoon expres belachelijk te maken, jongens. Ik vind het echt goed. Ik vind Roelie echt goed. Maar wat ook. Is er gebeurd in Diamond Dynasty dan? Ik ben heel bang. Ja, echt een gek pakkieslaag. Van wie? Van Ruben. Wanneer is het gebeurd? Ja, ik dacht dat... Gisteren 13-5. Hey. Daar moet je er maar niet over beginnen. Nou, wie hebben we nog meer... Ik ben de Astros niet, hè. Je ik ben wel heel blij. Wel vermoeid, ja, iedereen is vermoeid. Iedereen is er helemaal klaar mee. Ze zijn de beu. Maar kijk ook wat voor weer het is. Daar zou ik er ook niet zo heel veel zin in hebben. Beetje depressief, hè? Oh, wat is dit? Ik time hem gewoon goed! Blijf staan, man! Vrij honk! Ja. Hij staat wel very late zo. Om te zijn. Nou, kom op, jochie. Even dat laatste uitje. Je kan... Oh. Oh, jee. Dus, zo, Rem, ben je 5-7 beter? Ja. Nee, kroephoek, man. Kroephoek. Ja, het is goed te horen. Sorry. Oh, wat is hij? Neemt hij maar met zijn hoofd. Kom op, baan. Kom op. Ja, lekker hoor. Oh, wacht, nou. Die komt in de highlight. Die Martijn, die krijg je van me. Hij nam hem aan met zijn mond, maar... Bijt in die ballen, jongens. Goed zo. Nou, gaan we kijken. Voor het eerst mijn closer in actie. Nou, goed begin.
Dat is ook motiverend voor hem, dat hij die save opportunity krijgt. Maar we hebben Baxen, dus misschien... Hey, wat is dit nou weer, jongen? Oh. Komt hij goed weg? Het is wel bijzonder eigenlijk dat je pitcher nog hier moet slaan steeds, zoals in Amerika helemaal geen DH meer gebruikt. Of helemaal geen pitcher meer laat slaan, helemaal DH'tjes gebruikt. Ah nee, dus die pitchers moesten slaan. Dat, maar, dit is nog niet heel goed gegaan volgens mij met Tatani. Nou, Garnetje jongen, doe het maar. Doe het maar. Doe het maar. Ja. Schijt die wil ook naar huis. Jij niet dan? Die zit ook koud. Nee, we gaan toch tot 9 deze wedstrijd? Oh! Serieus? He got a mistake right there, but missed it. Can't foul that pitch off in a big spot. 0-2 count. Peter caught. Alles foulbal, we blijven de hele avond doorgaan, Angelo. Scheid wel naar huis, kom op nou. Nice! Dan. Ja, als hij mee is. Ja, dit wordt een lang gesprek in de kleedkamer. Ja, kijk, je moet ze verstrengd toespreken nu, want ja, je moet alles kijken waar ze het nou eigenlijk allemaal voor doen, want op Instagram dadelijk even de toespraak live. Ik vraag ook al waar mijn team het voor doen eigenlijk. Trek je Yankee shirt aan. Angelo Wicklet wint van Matthijs Schoonenhoed. En we gaan straks aan de volgende wedstrijd, dat is wederom Angelo Wicklet. En die speelt tegen Tijmen Takker. En als hij wint, dan komt hij opeens op de eerste plaats weg. Dus dat is een spannende pot. We zien jullie zo. Kom op. Wat? Kom op. Wie? Ja, dan heb ik meer winsten. Ja, dan heb ik 5 wedstrijden gewonnen. Ja. Ja.